dat je toch van me haalt. Oh, je zegt, je bent toch nog mijn vrouw. Je liet me mooi staan in de gang. Over 4 weken is het weer zover. Dan start de 3e editie van de Waterloo Show on Tour. Liefhebbers van Nederlandstalige muziek kunnen op 26 oktober hun hart ophalen in Huize Maas. Dit jaar komen er zelfs 60 artiesten naar de show. Het is eigenlijk de 3e editie. De eerste editie, we gingen ervan uit dat we 150 man ongeveer binnen kregen. Maar vorig jaar ook echt 750 mensen binnen. En als je dan kijkt, dan denk je van jee, miné, hè, wat mooi. Je ziet al die mensen genieten. En eigenlijk alle soorten mensen zie je genieten eigenlijk. En ja, dat is ook iets waar je het eigenlijk voor doet. Hè. Alle 60 artiesten treden gratis op tijdens de Waterloo Show. Ze komen allemaal belangeloos naar Groningen toe. We maken er natuurlijk fantastische mooie televisieprogramma van. Dat doen we samen met OogTV. Dat wordt op OogTV uitgezonden. Het is uren bellen. Het is netwerken wat je door de jaren al hebt opgebouwd. En ze zijn allemaal enthousiast om mee te doen. Om voor de stadjes, voor de stad Groningen, mede dit feest te organiseren. Morgen start de kaartverkoop om 10 uur op de Grote Markt. Als het net zo vlot gaat als vorig jaar, dan moet je er snel bij zijn. Vorig jaar waren de kaarten binnen 2 uur uitverkocht. Ongelooflijk. Ja, het is een 1 euro intree. En ik denk dat het morgen is vanaf 10 uur op de Grote Markt zijn de kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat rond de klok van 12 uur dat er geen enkele kaart meer aanwezig is. Ik weet het bijna wel zeker.